Een week na de voorstelling van de nieuwe John Deere 9000-serie draait de machine al op proef bij klanten in Duitsland. Trekkerweb was daarbij en we konden de nieuwe 9000 in het werk zien. De nieuwe 9000 kenmerkt zich door een hoger maximaal vermogen in de 9900 dankzij een V12 liebherrmotor met een inhoud van 24,2 liter en 970 pk. Deze motor draait op een laag toerental, waardoor de machine 10% efficiënter omgaat met zijn brandstof. Dankzij de grotere lasten in de machine, de machine is verder versterkt ook om het hogere vermogen aan te kunnen, maar daardoor kan hij ook 10% meer capaciteit draaien. En dan komt er nog een keer een nieuwe korrelkneuzer bij, een Shearer Extreme, of samen met Shearer ontwikkeld, een Amerikaanse fabrikant, waardoor ook de korrelkwaliteit, de kneuskwaliteit met name, met 10% gestegen is. Voor de hakselaar zien we de vorig jaar voorgestelde 490 Plus van Kemper. Een nieuwe 12-rijer bek met grote trommels die perfect past voor de John Deere hakselaar en die op de weg is voorzien van een vanuit de cabine aan te bouwen bescherming, inclusief verlichting en extra steunwiel voor lagere aslasten.